Say you want this energy. Hoi, leuk dat u kijkt naar Nijmegen in Beweging. Verschillende partijen hebben hun handen ineen geslagen om iedereen in Nijmegen en omstreken in beweging te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een leven lang verantwoord kan bewegen. Met dit programma hopen wij u veilig en vanuit thuis in beweging te brengen. Doet u mee? We gaan beginnen met de warming-up en we beginnen met stappen op de plek. Dus ga maar stappen iedereen. Ga zo door. Houd vol, we zijn goed bezig. En als je het iets makkelijk vindt, kun je iets sneller stappen. Hou je eigen tempo aan. Gebruik je armen er goed bij. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. Gaan we de armen ook even warm maken. Dus wat we gaan doen, is de armen naar achter bewegen. Beweeg ze maar door naar achter. Goed bezig hoor. Gaan we ze naar voren bewegen. Gaan ze door. Vijf seconden. 4, 3, 2, 1. Zo, zijn de armen lekker warm. Gaan we door met de benen. Doe maar eerst het ene been draaien. Zorg dat die lekker warm wordt. Ga ze door. Pak het andere been er ook bij. Blijf je ook maar draaien. Goed bezig hoor. 5 seconden. 3, 2, 1. Gaan we verder met de polsen draaien. Zorg dat de polsen lekker soepel worden en lekker warm. Ga door. Goed bezig en dan gaan we ze naar de andere kant op draaien. Draai ze maar naar binnen. Goed bezig. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Gaan we door naar de enkels. Zet je voet maar neer en draai je enkel rond. Zorg dat je lekker soepel wordt. Laat ze door. Pak het andere been erbij. Vijf seconden. 4, 3, 2, 1. Nu gaan we de schaatsbeweging maken. Zorg dat je goed op en neer beweegt. Gaat het goed? Mag je er een klein sprongetje bij maken? Ga zo door. Hou het vol. We zijn er bijna. Goed bezig hoor. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En dan gaan we weer stappen op de plek. We hebben de warming-up gehad, dus we gaan nu door naar de cardio-oefeningen om je hartslag omhoog te krijgen. Dus we beginnen met stappen op je plaats. Ga zo door. Hou hierbij ook je eigen tempo aan. Pak je armen er goed bij. Goed bezig. Hou nog even vol. Ga zo door. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Dan gaan we stappen naar zij opzij maken. Gebruik je armen erbij. Hou hierbij ook je eigen tempo. Ga zo door. Goed bezig hoor. Hierbij ook, vind je het iets makkelijker, kun je het sneller doen, vind je het moeilijker, mag het iets langzamer.
Goed bezig hoor, ga zo door. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Blijf stappen op je plaats. Wat we nu gaan doen is je hak naar de billen brengen. Dus het ziet er zo uit. Gebruik ook je armen erbij. Blijf lekker actief. Ga zo door. Ook hierbij geldt, pak het tempo dat jij aan kan. Goed bezig hoor, hou het vol. Vijf seconden, 4, 3, 2, 1. Ga door het laatste onderdeel en dat is je knie optillen. Ga zo door. Pak het tempo dat je ook weer zelf aan kan. Goed bezig hoor, hou het nog even vol. Goed bezig hoor. Ga naar de laatste secondes. Goed bezig. Nog 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En ga weer stappen op je plek. Fijn dat jullie er weer zijn. De volgende oefeningen zijn krachtoefeningen om de spieren te versterken. We beginnen zo meteen met de squat. Zorg dat je stevig staat en zak zo ver mogelijk door. Mocht dit heel goed gaan, probeer dan zo ver mogelijk door te zakken. Dat doen we een aantal keer. Goed bezig. Merk je dat het zwaar begint te worden, probeer dan niet te ver door te zakken. Probeer het gewoon op je eigen niveau te doen. Ga door. Het begint al iets zwaarder te worden, merk ik zelf. Nog 3, 2, 1. Heel goed, goed. We blijven even stappen, of gaan even stappen. En dan pak je zo meteen de knie vast, houden we 2 seconden vast en dan zetten we hem neer. 1, 2. 1, 2. Heel goed, doen we een aantal keer. Zorg dat je rug recht blijft. Zorg dat je stevig staat. Goed bezig. Nog 5. 4. 3. 2. En de laatste. Goed, gaan we even stappen. Goed, pak even de flesjes water erbij. En beginnen we met de flesjes voor je. En je op deze manier. En je trekt ze omhoog. Ongeveer tot je schouderhoogte. Zorg dat je stevig staat. Zak een stukje door je knieën. Goed bezig. Ga zo door. Hou je armen gestrekt voor je. Goed bezig, ga door. Zoals je ziet kun je de oefeningen ook zittend uitvoeren. Nog 2. 1. Armen naast je. En strek je boven je uit, zo ver als je kan. Goed, daar hoef je niks mee te doen, die kun je lekker stil blijven staan.
Strek je armen zo ver als je kan. Goed bezig. Nog een aantal keer, ga door. Nog 3, 2, 1. En even stappen. Gooi even het lichaam los. Merkte de armen dat ze een beetje beginnen te verzuren omdat je ze lang boven je hoofd hebt gehad. Goed, hou de flesjes naast je. En strek ze totdat ze tegelijk zijn met je schouders. Doen we een aantal keer. Goed bezig. Merk zelf dat het een beetje in de schouders begint te voelen. Veel met je armen aan het werken bent. Mocht je dit wel makkelijk vinden, dan kun je het altijd sneller doen. Of langzamer. Heel goed, toppers. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En hier komt een van mijn favoriete oefeningen. We gaan even roeren in de soep. Hou de flesjes tegen elkaar aan. Mocht dit goed gaan, kun je altijd je heupen erbij gebruiken. Wisselen we zo meteen van kant. En andere kant. Neem je heupen mee. Heel goed. En wissel van kant. Goed bezig. En laatste keer wisselen. En stop. Goed, we zijn toegekomen aan de cooling down. We gaan even de spieren losmaken. We beginnen met de armen draaien. Van vooruit. Zorg dat je grote cirkels maakt. Breng even de spieren weer tot rust. En naar achter. Heel goed. Grote cirkels maken. Andere kant. Eerst vooruit. Heel goed. En achterlangs. Heel goed. Goed. Rechterarm voorlangs. Linkerhand op de schouder. En ik gooi even los. Andere kant. Heel goed. Even achterlangs, rechterarm achterlangs. En andere kant. Goed, zet even je rechterbeen neer en die draai je even lekker rond. Probeer hem op je teen neer te zetten zodat je hem kan draaien. En de andere kant op. Heel goed, goed bezig. Andere kant. Gooi je been even los. En wissel van kant. Goed, even je rechterknie even naar je toe. Houd er even 3 seconden vast. Andere kant. Heel goed. Goed. De laatste. Voor armen. Diep inademen. En uit. En nog een keer. Heel goed. Goed gedaan. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer.